Het aantal reizigers dat na de coronacrisis terug naar de lijn komt, zit in stijgende lijn. Deze maand waren er nog 13% minder reizigers dan 4 jaar geleden in mei 2019. Tot daar het goede nieuws. Want tegelijkertijd wordt er gevreesd dat niet iedereen opnieuw de weg zal terugvinden naar de lijn. En dat heeft verschillende redenen. Ten eerste is er het telewerk dat ingang heeft gevonden. Maar er zijn ook heel veel mensen die met de fiets en zelfs met de wagen opnieuw naar het werk gaan. En directeur-generaal Schoeps heeft dan ook gelijk wanneer ze zegt dat 2022 voor de lijn eigenlijk een dubbel jaar is geweest. Tegenover die positieve elementen, zoals dat schoorvoetend en mondjesmaat, die terugkeer van die reizigers, ja, staat het chauffeurstekort. Een toch wel pertinent probleem, waardoor het aantal geschrapte ritten vorig jaar in juli zelfs gepiekt heeft naar meer dan 3%. Het gaat om bijna in totaal in 2022 275.000 ritten, dat zijn er ruim 90.000 meer dan 4 jaar geleden. En het aantal ritten dat moest geschrapt worden door personeelsproblemen is op 4 jaar tijd zelfs verviervoudigd. En zeker in onze grote agglomeraties, Antwerpen, Leuven, maar ook de Vlaamse Rand en nu ook blijkbaar in Gent, duikt dat probleem meer en meer de kop op. En daarnaast, heeft de collega heeft gezegd, zijn er ook vorig jaar meer dan 20.000 ritten geschrapt omwille van technische problemen. Dat is ook een verdubbeling op 4 jaar tijd. We zouden dan zeggen, wel, we zijn door het slechte nieuws heen. Nee, vergeet het. Want in 2022 reed een kwart van onze bussen te laat. Een kwart van onze reizigers kwamen te laat aan op hun bestemming. Nu, dat zijn niet meteen cijfers die de reiziger vertrouwen moeten geven in de lijn en die hen moeten aansporen om terug te keren naar het openbaar vervoer. En als de Vlaamse regering mensen naar het openbaar vervoer wil leiden, wel, dan zal men toch wel moeten zorgen voor meer, een beter aanbod, een betaalbaar aanbod, een toegankelijk en een stipt openbaar vervoer. En dat zijn de juist punten waar de lijn helemaal niet zo goed op scoort. En dus is mijn vraag, mevrouw de minister, ik had graag van u vernomen wat nu uw plan is. Wat is uw plan dat ervoor gaat zorgen dat mensen effectief terug willen komen naar het openbaar vervoer? Collega's, kent u het liedje nog? Busje komt zo. Wel, ondanks plannen, actieplannen en goede voornemens die we toch al zo vaak hebben gehoord, kwam het busje vorig jaar in bijna 300.000 gevallen helemaal niet opdagen. En als het dan toch kwam, dan kwam het in bijna 1 op de 4 gevallen te laat. Op tijd komen is trouwens ook een rekbaar begrip bij de lijn. Op tijd komen wordt door de lijn gedefinieerd als minder dan 2 minuten te vroeg of minder dan 5 minuten te laat. Nu, wat die aanwerving van die chauffeurs betreft, ja, er worden inderdaad chauffeurs aangetrokken, maar ook dat is toch echt een processie van echternacht. U zegt, van de 900 vacatures die dit jaar openstaan, zijn er 300 aanwervingen gebeurd. Dus we zijn niet in april, we zijn ondertussen in juni. 300, dat betekent nog 600 te gaan. Wel, u hebt heel wat plannen. En toch, mevrouw de minister, mis ik 1 belangrijk facet. En dat is veiligheid. Veiligheid voor onze chauffeurs, veiligheid voor onze passagiers. Kandidaatchauffeurs met u, die volgen ook de media. Die zien ook dat er een pamperbeleid gevoerd wordt tegenover daders. En tegelijkertijd weten zij ook wat er echt gebeurt op heel veel buslijnen en tramlijnen. Wel, als u dat mij vraagt, dan is het bijzonder demotiverend om chauffeur te worden. En ik wijs dus helemaal niet naar die chauffeurs. En dus mijn vraag, mevrouw de minister, voor u is, hoe gaat u nu die veiligheid van die chauffeurs effectief aanpakken? Parole, 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 woorden, woorden, woorden. Maar wanneer volgen u uw daden? U zegt dat u niet wilt pamperen. Wel, als u niet wilt pamperen, ga je een aantal tips meegeven. En ik hoop dat het mee aan de slag gaat. Rust naast de controleurs, ook onze chauffeurs uit met bodycams. Dat is trouwens een voorstel van het Vlaams Belang dat u toch wel mee hebt genomen. Dat werkt niet alleen positief als afschrikmiddel, maar het helpt ook om die daders op te sporen. En ik ga je nog een verlanglijstje meegeven. Maak nu eindelijk met uw federale collega van justitie werk van snelrecht. Een tijdelijk of zelfs een definitief toegangsverbod voor personen die zich ernstig misdragen op het openbaar vervoer. Een consequente gerechtelijke recuperatie van de kosten van vandalisme en van arbeidsongeschiktheid van chauffeurs. Ga samen met uw federale collega's aan het werk en richt een aparte bus-, tram- en metrobrigade op van de politie, die dan de focus moeten leggen op het veilig houden van ons openbaar vervoer door meer controles op zwartrijden en een kordatere handhaving. Wel, ik hoop dat u het genoteerd hebt. Ik heb gezien dat u niks genoteerd hebt. Geen enkel probleem. Ik zal u op tijd en stond wel aan mijn verlanglijstje herinneren.